Beste teletaskgebruiker, hartelijk welkom bij dit korte filmpje waarin we u wegwijs gaan maken in de aanmaak en het toepassen van een procesfunctie. Mijn naam is Philippe de Smet van Stagbel en ik ga met plezier hierin eventjes wegwijs maken. Om te beginnen, wat is een procesfunctie? Procesfunctie kan je eigenlijk zien als een bewakingsfunctie, als een soort bewakingsagent die in de centrale zit en die bewaakt de status van een bepaalde functie en die gaat daar in functie daarvan, gaat die dus een actie uitvoeren, gaat die een andere functie uitvoeren. Je ziet dat ook als je in de ProSoft dat wil instellen, dan zie je de bewakenfunctie en je ziet de uit te voeren functie. Nu, kenmerkend is dat je dus eigenlijk die procesfunctie ook moet activeren. Dat is een hele belangrijke. Je kan die dus ofwel 24/7 gaan activeren via autostart, ofwel tijdsgestuurd via de timesoft, ofwel via een ingang, dus een drukknop of iets dergelijks. Je kan ook kiezen uit verschillende prioriteitsmogelijkheden. Dus dat wil zeggen dat je kan kiezen of je procesfunctie al dan niet dwingend voorrang heeft. En je kan maximum 250 procesfuncties per centrale gaan programmeren. Wat altijd of nagenoeg altijd voldoende is. We zien hier een voorbeeldje van de sturing van de circulatiepomp. Het principe is als er minstens één zoneventiel open is, er dus warmte wordt gevraagd, dan moet onze circulatiepomp van onze CV-ketel gaan draaien. Kijk, en dat zien we hier op de grafiek. Dus er wordt in één zoneventiel warmte gevraagd, de pomp gaat draaien. We vragen nadien in het tweede zoneventiel warmte, de pomp draait nog altijd. Op een gegeven moment wordt er in het tweede zoneventiel alleen warmte gevraagd. Dat geeft ook weer aanleiding tot de pomp die draait. Dan wordt er geen warmte gevraagd, de pomp gaat uit. En op die manier kunnen we dat dus heel netjes programmeren. Als we gaan kijken in de ProSoft, dan zien we dus dat we daar een conditie maken waarin we dus een van de te bewaken functies kunnen dus ingeven of een OR-functie waar ze een van beide functies kunnen ingegeven worden. En vervolgens krijg je dus de uit te voeren functie, namelijk dus de circulatiepomp aanzetten. Nu, het is zo dat we dus ook drie prioriteitsmodussen hebben. Dat is hetgeen ik in het begin ook al gezegd heb. Dus bij die drie prioriteitsmodussen kan je kiezen dat je procesfunctie ofwel altijd voorrang heeft, dat je die dus niet manueel kan overroelen. En dat noemen we dan continue bewaking. Dus dat stel je in zoals je ziet op de screenshot hier. En ik geef eigenlijk een voorbeeldje. Stel dat je bijvoorbeeld, zoals ik daarnet liet zien, dat je dus je circulatiepomp wilt laten draaien afhankelijk van de warmtevraag, dan is het de bewaken functie, dus je zonneventielen die warmte vragen. En dan kan je dus dat manueel niet gaan overroepen. Je kan het dus niet manueel uitzetten als het aan is of omgekeerd. En dat noemen we dus de continue bewaking. En dat ga je dus instellen in je ProSoft bij dus die prioriteitskeuzes. We hebben ook een tweede mogelijkheid en dat is continu aan indien waar. Dat wil zeggen dat je procesfunctie absoluut prioriteit heeft op het moment dat het de bewaken functie waar is. Dus dat stel je, of dat ziet er dan zo uit in de grafiek. Dus de bewaken functie is waar en dan volgt mijn uitgang sowieso en ik kan die niet overrollen. Bijvoorbeeld, je hebt een brandalarm dat de lichten aan laat gaan, dan moet je die niet kunnen uitdoen. Maar als er geen rook of geen brandalarm is, dan kan je wel lichten aan laten gaan. En dat kan je dan dus op deze manier gaan programmeren, bijvoorbeeld. Een derde manier die je kan kiezen, en dat voel je al komen, is dat je dus altijd kan overroelen, zowel als de te bewaken functie waar is, of als ze niet waar is. Dat is de derde manier. Dus dat noemen we dan aan bij waar, uit bij niet waar, alle flanken. En dat zien we dus hier. En dat kan je bijvoorbeeld hebben als je dus je tuinverlichting gaat sturen. Als het donker is, gaat de tuinverlichting aan. Als het licht is, gaat ze uit. Maar je wil dat eigenlijk op elk moment
kunnen overroelen. Dus dan kan je dat doen met dus die aan bij waar, uit bij niet waar, alle flanken. Nu, we moeten die procesfunctie, onze bewakingsagent, hè, die moeten we activeren. En als je wil dat die 24/7 geactiveerd is, dus altijd, dan gaan we dat doen via de functie autostart. Autostart wil zeggen dat die functies worden uitgevoerd op het moment dat de centrale wordt opgestart, dus als je de spanning erop zet, of ook na het doorsturen van een programmatiebestand. De beste manier om dat te doen is een local boot aan te maken, autostart, waarin je dus alle functies steekt die automatisch moeten uitgevoerd worden bij opstart van de centrale. En die moet je dus koppelen aan de autostart functie. En die vind je dus via extra opties optie. En dan vind je dat dus terug in dat veld, dat je dus die local mode autostart kan koppelen aan die autostart functies. Dat is zeker iets dat je niet mag vergeten. Nu, heel fijn bij het programmeren van een procesfunctie is het feit dat je dus een ruime keuze hebt aan functies die je kan koppelen. Je ziet hier een voorbeeldje van zo'n pop-down menuutje. En dus bij, zowel bij de te bewaken functie als bij de uit te voeren functie heb je dus ruime mogelijkheden. Dus je kan eigenlijk bijna alles programmeren wat je kan indenken. Nu, een laatste puntje dat we dus ook nog kunnen configureren is het gedrag bij het uitschakelen van een procesfunctie. Dus dan kan je kiezen of de uitgang onveranderd blijft of dat die dus ook wordt uitgeschakeld. Voilà, bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Dat was het voor dit filmpje. Wil u meer technische informatie, vindt u op de Stagebel website in het Tinnitus Center. Uitgebreide hoop informatie waarmee u verder aan de slag kan. Tot ziens, wellicht in een volgend filmpje.